Het is niet vaak dat we een dubbeltest beginnen met de motorkappen omhoog. Zeker niet met mooie auto's zoals deze. Maar evengoed zal dit hetgene zijn waar veel van jullie het eerst aan denken, de motor. Want in deze AMG GTC ligt de bekende huidige AMG 4 liter V8 met twee turbo's. Die zitten in de de Hot V noemt Mercedes dat. Je kan ze hier zelfs mooi zien zitten. De motor ligt ook mooi achter de vooras voor de gewichtsverdeling. En spieken we dan naar die Aston en kijken we naar die motor. Van wat we zien denken we, hé, dat lijkt er vrek te veel op. Want men weet het, Aston Martin die koopt zijn V8 tegenwoordig bij Mercedes. Dezelfde 4 liter met twee turbo's en ook hier mooi achter de vooras. Wat natuurlijk een interessant vergelijk maakt tussen deze twee auto's. Maar wat ik belangrijk vind om uit te leggen is dat het verder absoluut niet dezelfde auto's zijn. Dit is niet alsof ik hier een Audi R8 heb en daar een Lamborghini Huracan. Dat je denkt, allemaal leuk en aardig, maar we weten stiekem onderhuids is het allemaal hetzelfde. Het is anders getweakt, een ander design erop, maar onderstel, hele aandrijflijn is allemaal gelijk. Nee. Het is dezelfde motor, maar vervolgens begint het al, hebben we een andere versnellingsbak. Hier een 7-traps DCT dubbele koppeling van Mercedes zelf. En hier een 8-traps ZF bak, die we ook zien bij BMW, bij Jaguar, noem maar op. En zo gaat het nog even verder. De wielbasis is anders, het formaat van de auto is anders. Het is echt daadwerkelijk alleen de motor die gelijk is. En de vraag is dan, is de ziel dan ook gelijk of is die compleet anders? Dat ga ik op deze mooie dag uitzoeken met deze twee Roadsters. Beide modellen hebben sinds hun lancering al een kleine update gehad. Bij de Aston Martin kan je zien dat ze de dichte grill hebben vervangen voor de ouderwetse grill zoals we hem kenden uit de DB9 en de Aston Martin V8. Bovendien is de dakconstructie iets aangepast. Bij de Mercedes zien we dat hij de nieuwe Panamerica grill heeft, de koplampunits zijn anders en we zien andere uitlaten dan bij de lancering van de GTC. Kijken we nu naar het totaaldesign, dan is de Mercedes agressiever dan ooit, wellicht de meest agressieve neus die we nu op een straatauto kennen. En bij de Aston Martin zien we dat de voorkant wel aardig verschilt van de achterkant. De achterkant is super dik uitgevoerd, terwijl de voorkant met een beetje fantasie wel wat weggeeft van de MX-5 als je naar de koplampen kijkt. Iedereen zegt misschien ja, dat spreekt natuurlijk voor zich, maar ik kan denk ik geen kwaad nog eens te benadrukken. Het gevoel meteen in deze auto als je instapt en je start de motor. Die V8 laat zich horen en dan ga je rijden, wel eventjes in de sportstand zetten en dan komt er zo'n mooie sound uit. En het is saillant dat je hoort wel dat in basis hetzelfde blok is, maar Aston heeft toch een heel eigen geluid aangegeven. Het is niet dat typische huidige AMG sound, die toch weer erg gebaseerd is op die oude 6,2 liter. Maar een heel eigen geluid, wat hoogtoeriger lijkt, maar dus ook wat agressiever is. Wat Jaguar ook wel heeft, nog veel meer knallen uit de uitlaat en gesputter en hij leeft gewoon. Hij klinkt wat hoogtoeriger dan die Mercedes V8. En ik vind het gewoon leuk dat Aston, ondanks het feit dat dezelfde motor is, een heel eigen sound heeft gecreëerd. Dankzij eigen uitlaat, eigen inlaattraject en eigen motorsoftware. Ik ken de Vantage natuurlijk al, we hebben hem niet vaak gehad. Ik heb wel de introductie van de coupé gedaan, de Portimao. De Roadster heb je bij ons nog nooit gezien, dus bij deze. Het is ook alweer 3 jaartjes terug dat ik hem reed, de Portimao. Maar even kennis maken met de auto en dan wendt dat gevoel van rijden wendt weer. Die motor heeft echt bakken met koppel. Hij heeft ook meer koppel dan die Mercedes, terwijl die minder vermogen heeft. En toch heeft hij een soort hoogtoerig gevoel erin. En die combinatie hebben ze echt goed gedaan, dat is erg prettig. Het scheelt erg wat je met de dempers doet, hoe hard hij is. Maar hij is iets softer dan die Mercedes, waardoor ik hem iets toegankelijker vind. Zeker op de goede wegen die we hebben in Nederland, Duitsland, België. Het zal in Engeland anders zijn, denk ik. Is een auto die geen enkel moment voelt als te hard of te oncomfortabel, terwijl het echt een sportwagen is. Want de GT-stand, zoals je die hebt in de DB11, die ontbreekt in deze auto. De sturing is lekker vlezig en ook wel vrij direct. En dan laat ze ermee goed plaatsen. En bovendien voel je dat omdat een klein beetje body rond de auto zit, voel je goed hoe de auto zich zet en hoe die zich vastbijt in een bocht. En is al daadwerkelijk heel snel een hele fijne auto om te rijden. Hij voelt ook vrij compact aan. Hij is ook daadwerkelijk korter dan die Mercedes, maar dat voel je ook achter het stuur. Dat voel je tijdens het rijden. Hij is gewoon net wat agiler en misschien wel ook wel wat speelser dan die AMG. Een belangrijk verschil is natuurlijk die automaat, het is een voltrapsautomaat, dat betekent dat hij in de file, in de stad, met parkeren is hij veel soepeler. Hij heeft een behoorlijke snelle kruipstand trouwens, vind ik. Bij een beetje gas en hij rolt in een behoorlijk tempo.
Terwijl die zo'n dubbele koppeling moet duidelijk altijd eerst aangrijpen. En voor dagelijks gebruik is het ja, iets toegankelijker. En ik denk dat de gemiddelde Aston Martin rijder dat wel waardeert. Ook al is die Vantage echt een sportwagen die echt gericht is op auto's als de Audi R8, de Porsche 911. Met een beetje fantasie zelfs iets als de McLaren 570 GT. Het moet veel meer sportwagen zijn dan een DB11. Maar ja, dan wel eentje die nog steeds een Aston Martin is. En je moet wel met een beetje stijl aankomen bij het restaurant. En niet dat je daar schokkend loopt te parkeren. Het doet toch een beetje afbreuk aan de vibe die zo'n Aston Martin moet hebben. Ga ik echt de limiet opzoeken, dan eens merk ik, hey, hij heeft meer bodyroll dan die Mercedes. En hey, ik mis een beetje scherpte in het stuur. Ook als hij dwars gaat, en dat wil hij best door de bakken koppel, dan zou ik graag iets meer gevoel in het stuur hebben wat er nou precies aan de hand is bij die voorwielen. Ik moet het nu meer voelen in mijn kont. En dat is toch net wat meer een totaalcombinatie dan in die AMG. Maar goed, dan ben je ondertussen al heel erg hard aan het gaan. En het is een roadster ook. Maar het is ook een Aston Martin en dat is toch een minder hardcore sportwagen dan Porsche, dan Ferrari of dan zo'n AMG in GTC-uitvoering. Dus ik vind het eigenlijk niet heel erg. Ik merk het ook eigenlijk pas als ik overstap in die AMG, dat ik denk, oh wacht, hij ligt deze duidelijk strak op de weg. En oh wacht, ik heb duidelijk nog wel wat meer scherpte in de neus dan in die Aston. Terwijl als ik gewoon de Vantage weer los in de uur rijd, denk ik, ja, erger ik me nou aan iets? Nee, dat eigenlijk niet. Wellicht nog het meest een beetje aan het interieur, dat wel bijzonder is. Vooral heel mooi leer, heel mooi Alcantara. Maar in zijn geheel, hier een paneeltje wat gewoon een beetje versleten is en zo, zou het nog net een niveautje hoger kunnen zijn voor een auto van dit geld. Kom bij, en dat is een probleem met een heleboel kleine sportwagenfabrikanten hebben, de multimedia is al wat achterhaald. Het is al het commandsysteem, wat we kennen uit bijvoorbeeld de vorige Mercedes A-klasse. En dan nog heeft Aston Martin daar geluk mee, want als je af en toe bij Ferrari en Aston Martin keek in het verleden, was het echt nog veel slechter. McLaren hield ook allemaal niet over. Maar goed, dat weet je eenmaal, als je een exclusieve sportwagen koopt, dan is dat een merk waar weinig financieringsbudget is voor een heel nieuw multimediasysteem, omdat ze weinig auto's hebben om het over te verspreiden. In roadster vorm is het nog leuk om mede te delen dat het kapje is aangepast in opzicht van de constructie. Even kijken, bij de lancering. Gas erop. Wat zei ik? Oh ja, de kap is aangepast en het is nu de snelste mechanische dakconstructie op de markt. Minder dan 7 seconden om het dak open te doen. En dat is handig, want het kan rijden tot 50 km per uur. En dan kan je snel open of dicht, naarmate je wil, kan je weer verder. Je voelt trouwens wel dat het een roadster is. Hij tordeert af en toe wat, vooral op hele harde richels. Dan voel je die kont even anders dempen dan wat in de coupé het geval zou zijn. Maar ook hier geldt, op het circuit zou ik misschien wat meer last van hebben. Op mooie wegen die je kent in de Benelux en in Duitsland. Ik merk het af en toe, maar ik storm er geen moment aan. GTC Roadster, ook een auto die ik al ken destijds in Arizona, alweer 4 jaar geleden introductie gedaan. En toen ontdekt, ja, het is gewoon echt ook een beest van een auto. Hij is wat hij uitstraalt. Zo'n ontzettend agressieve auto om te zien. Je ziet ook hoe snel mensen kijken en dan de blikken naar die auto. Want het is gewoon zo'n agressief beest om te zien. Ja, en zo rijdt hij vervolgens ook. Dus die motor heeft 550 pk of zo, van 557 of zo, toch net wat meer dan die Vantage. De tussensprint is hij wel wat sneller, maar dat merk ik alleen als ik echt direct overstap hoor. Ik bedoel, in die Vantage kom ik geen vermogen tekort. Wat maakt het nog uit als je over de 500 pk zit op een gegeven moment? En het is natuurlijk gewoon een auto, kan ik vast verklappen, die op punten echt wel zou winnen van die Vantage. Als we kijken naar interieur, ergonomie, multimedia, moderne techniek. Ook, hij zou ook sneller zijn op het circuit altijd, omdat hij stijver is. Maar ja, als ze punten gaan tellen, dan haal ik gewoon een 911 erbij en die wint dan alles. En dan zijn we weer saai bezig. Nee, zeker als je in dit segment shopt en zeker als je voor een cabrio shopt in dit segment, gaat het om veel meer dan puntentelling. Gaat het om beleving en ziel en plezier maken. Ja, dat lukt in die AMG wel. Het is natuurlijk opvolger van de SLS en dat was een fantastische auto, maar die had nog wel wat minpuntjes, zoals bijvoorbeeld de automaat die niet altijd snel reageerde en zo. Nou, dat is allemaal weg.
deze auto kent eigenlijk geen enkel minpunt. Alles is gewoon steengoed en hij kan op bepaalde vlakken dat een ander merk net iets beter doet of zo. Maar het is echt zo'n ontzettend goede auto. Het is het beste product wat AMG heeft afgeleverd sinds het bestaan, misschien wel wat mij betreft. Alles klopt gewoon. Uitstraling, performance, luxe aan boord, dynamische kwaliteiten. Je merkt ook meteen dat hij stijver is dan die Aston Martin. Dat hij daardoor minder bodyroll heeft, een betere turn-in heeft. En de besturing gewoon net wat communicatiever is. Maar, dat is dan tegenpartij voor al die bruutheid, betaal je wel de prijs dat hij wat minder verfijnd is. Dus die dubbele koppeling in de stad en met parkeren is net wat minder fijngevoelig dan die automaat in die Aston. En op slechte wegen is hij ook wat minder vergevingsgezind. En ja, dat is duidelijk een bewuste keuze van beide merken hoe ze die auto wilden positioneren. Want in zo'n Aston moet je toch wel een beetje stijl van voorkomen. En in de Mercedes, ja, die agressie, die moet ook bij je passen. En dat mag de auto dan ook wel uitstralen als je door de stad rijdt. Zoals ik al zei, de sound van de motor is toch daadwerkelijk anders. Hier is hij veel meer, ja, de V8 roffel over de hele linie. En die Vantage is net wat scheller en scherper. En ik vind het ene niet mooier dan het ander, maar het is wel anders. En ik vind het leuk dat die persoonlijkheid, zelfs met dezelfde motor, gewoon wordt doorgetrokken in de sound van de beide modellen. Zeker een auto als je, ja, de turn-in biedt heel veel vertrouwen. En dan de tractie achter, zo, je voel je ook net wat beter dan in die Aston Martin. Waardoor die meer vertrouwen biedt om harder te gaan. En dan als je het vermogen dan loslaat. Holy shit, wat is hier snel op tussensprint, echt. Met die sound erbij, wat een auto, jongens. Het is ook wel een intimiderende auto. Eng is hij niet, hij is meer intimiderend door zijn snelheid. Want maar de tractie is zo goed dat hij niet zo, zeg maar, wild is om te rijden. Als bijvoorbeeld een BMW M3 of zo. Dat zit echt wel goed. En ja, het is gewoon, het is een subliem goede auto. Ik kan niet anders zeggen. Nou, wat puntjes van het interieur dan. Ergonomie inderdaad is duidelijk een stapje verder dan die Aston Martin. Multimedia systeem is ook moderner. Het is nog niet het allernieuwste systeem van Mercedes uit bijvoorbeeld de huidige generatie A-klasse. Laat staan de nieuwe S en zo. Maar het is wel net een tikje verder dan het command systeem zoals we die vinden in de Vantage. Hij heeft natuurlijk 7 traps dubbele koppeling, geen volautomaat. Dat betekent veel snellere reacties op mijn flippers. En ook als hij niet zo snel als een 911 GT3 of als in een Ferrari, reageert hij wel altijd snel genoeg, dus ik storm me geen moment. Ondanks het feit dat hij misschien wat dynamischer is, is het wel een wat grotere auto dan die Vantage. En dat voel je wel onderweg. Hè? Het is wel iets als rondetijden is één ding en zo. En bochtsnelheid, maar zo iets als plezier in het rijden. En die agiliteit en het feit dat die Vantage iets compacter is, dat voel je ook. En dat voegt weer heel veel rijplezier toe aan die Aston Martin ten opzichte van die AMG, waar het toch meer uit de performance zelf komt. Ja, en moet ik dan vandaag gaan doen aan winnaars en verliezers? Daar heb ik geen zin in. Het zijn gewoon twee winnaars. En met een andere ziel en een andere uitstraling. Waardoor het heel gemakkelijk wordt voor ieder persoon om te kiezen. Of nou ja, makkelijk. Mensen ook die mee op met de test, die vragen dan mij ook, hè, welke zou jij nou nemen? Dan denk ik, ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is flauw, maar ik weet het echt niet. Want in allebei rijden denk ik, ja, soms neig ik een beetje naar die Aston. Ook want het is een Aston. Maar dan denk ik, stap ik in die AMG, denk ik, ja, dit is zo'n goede auto. Hij is zo vet om te rijden. Weet je, het is eigenlijk wat voor persoonlijkheid je hebt en wat daarbij past. En ondanks mijn spraaktempo en misschien mijn stelligheid, soms ben ik ook weer niet zo'n bravoure persoon. Waardoor ik denk dat de Aston Martin Vantage beter bij mijn persoonlijkheid past. En dat de AMG om te bezitten voor mij misschien iets te veel van het goede is. Maar het is echt, het is een steengoede auto.